Hallo, welkom bij een nieuwe video. Bewakingscamera's buiten huizen en in het openbaar leggen routinematig verschillende gebeurtenissen en menselijk gedrag vast. In deze video gaan we in op enkele van de meest interessante gedragingen vertoond door mensen die niet wisten dat de camera aan het kijken was. Ben je nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je abonneert en op de meldingsbel drukt. En voordat we beginnen, vind je deze video ook leuk? (10) Paard buiten controle. Beveiligingsbeelden uit 2018 hebben een ongebruikelijk incident vastgelegd dat zich afspeelde op een kantoor. In de video komt een vrouw het kantoor binnen terwijl ze op een paard rijdt. Aanvankelijk zijn de aanwezige mensen verbaasd en bekijken het schouwspel in stilte. Maar als het paard onvoorspelbaar gedrag begint te vertonen, benaderen de aanwezigen het dier om het te kalmeren en ervoor te zorgen dat iedereen veilig is. Uiteindelijk slagen ze erin het paard te kalmeren en helpen ze de vrouw veilig af te stappen. De situatie wordt nog interessanter als de politie wordt ingeschakeld, waarschijnlijk om het incident te beoordelen en ervoor te zorgen dat niemand gewond is geraakt. 9. Gooien en rennen. In deze beveiligingscamera-opname zien we een incident in een woonwijk met gemeentewerkers verantwoordelijk voor het ophalen van afval. De werknemers zijn bezig met het legen van vuilnisbakken en het laden van vuilniszakken in hun ophaalwagen. Naarmate de sequentie vordert, laat de werknemer zakken met afval in de vrachtwagen. Maar wanneer de laatste zak in de vrachtwagen wordt geplaatst, voordat de werknemer grip kan krijgen op het voertuig, beweegt het onverwacht weg, waardoor de werknemer achterblijft. De reactie van de werknemer op deze situatie is duidelijk te zien aan hun gebaren en handbewegingen, met zichtbare tekenen van frustratie en ergernis. Als gevolg daarvan komt de werknemer tot stilstand voor het huis en wacht op een oplossing voor de situatie. 8. Werkplekmislukking. In een supermarkt legt een bewakingscamera een ongelukkig moment vast voor een van de werknemers. Het lijkt een uitdagende dag te zijn voor deze werknemer. Hij arriveerde met een machine ontworpen voor het tillen en verplaatsen van grote hoeveelheden goederen of pakketten. De taak van de werknemer leek eenvoudig: halen een aanzienlijke hoeveelheid zuivelproducten van het schap. Maar in plaats van de tilapparatuur te gebruiken die hiervoor was ontworpen, koos hij ervoor om de melkpakker handmatig te duwen. Helaas leidde deze aanpak tot een ongeluk. Meerdere pakketten zuivelproducten vielen van de achterkant van het schap en belanden op de grond. De reactie van de werknemer op dit ongeluk is duidelijk. Geconfronteerd met de gemorste producten en de rommel die is ontstaan, lijkt hij een punt van frustratie en mogelijk overgave te hebben bereikt. 7. Ze belt 112 na een kleine botsing. In Layton, Utah bevond een moeder genaamd Amanda Hutton zich in een benarde situatie na een klein auto-ongeluk. Ze belde 112 om hulp nadat haar auto van achteren was aangereden door een ander voertuig. Toen echter een mannelijke politieagent ter plaatse arriveerde, vermoedde hij dat Amanda onder invloed reed. Als gevolg daarvan voerde hij nuchterheidstest bij haar uit en arresteerde haar vervolgens voor rijden onder invloed. Tijdens de arrestatie deed de agent een fouillering bij Amanda. Ze protesteerde hevig tegen de zoekactie, schreeuwde zelfs dat hij moest stoppen met aanraken. Ze voelde zich geschonden en ongemakkelijk bij de situatie. Haar advocaat Robert Sykes betoogde dat de nuchterheidstest in de eerste plaats niet hadden mogen worden uitgevoerd, gezien haar onschuld. Amanda diende later een rechtszaak in tegen het politiedepartement van Layton en beweerde dat de mannelijke agent haar had betast tijdens de zoekactie, ondanks haar bezwaren. Het is belangrijk op te merken dat later is vastgesteld dat ze niet onder de invloed was van alcohol. De politie van Layton verdedigde de acties van de agent en beweerde dat ze geloofde dat hij niet onrechtmatig had gehandeld. 6. Man faalt bij het helpen van zijn verloofde. Winterse weersomstandigheden kunnen gevaarlijk zijn en het ongeluk van een stel werd vastgelegd op video terwijl ze worstelden met ijzige trappen. Met bevriezende temperaturen, sneeuw en ijs die veel delen van het land beïnvloeden, werd het belang van voorzichtigheid tijdens de winter duidelijk. Louise Pewitt maakte een harde val op een trap die bedekt was met een onzichtbare laag ijs. Haar verloofde Jake snelde haar te hulp, maar gleed zelf naar beneden over de ijzige trap, waardoor zijn hulp vruchteloos was. Het incident werd vastgelegd door een beveiligingscamera thuis en benadrukte de uitdagingen die ijskoude omstandigheden met zich meebrengen. In dit geval resulteerde wat leek op een eenvoudige uitglijder in beide personen die over de trap gleden, wat de onvoorspelbaarheid en het gevaar illustreert die winterse omstandigheden met zich mee kunnen brengen. 5. De luiste hondeneigenaar. Terwijl ze in het park speelde, kon een vrouw niet opstaan van het gras. Haar attente hond merkte haar benarde situatie op en snelde naar haar toe om haar overeind te helpen. Overweldigd door zijn behulpzaamheid begon de hond te ravotten en rond te springen om dit te vieren. In een vergelijkbare situatie besloot een andere vrouw de reactie van haar hond te testen. Ze ging op straat liggen en deed alsof ze gewond was om te zien of haar hond haar zou komen redden. Zonder aarzeling rende de hond onmiddellijk naar haar zijde, waarbij hij zijn loyaliteit en bereidheid om te helpen toonde. Beide gevallen tonen de sterke band tussen mensen en hun trouwe viervoeters, evenals de instinctieve drang van honden om hun eigenaren te helpen en te beschermen wanneer dat nodig is. Een van de meest loyale en beschermende hondenrassen is de Duitse herder. Deze intelligente en toegewijde honden bouwen diepe banden met hun eigenaren en gaan vaak ver om hen te beschermen. Een andere loyaal ras is de Labrador Retriever, bekend om zijn vriendelijke en aanhankelijke aard, waardoor ze uitstekende gezinshuisdieren zijn. 4. Wraak nemen. Seda Kamber gebruikt een telefoon-app om de televisie aan en uit te zetten in haar woonkamer in Istanbul, Turkije. Om haar voetbalgeobsedeerde vriend voor de gek te houden tijdens een spannende Euro 2016-wedstrijd. Ze installeerde een verborgen camera om de reacties van haar partner İzzet Salty vast te leggen, terwijl het scherm uitviel op cruciale momenten in de wedstrijd. Toen het rivaliserende team scoorde, plaagde Seda İzzet door te vragen waarom hij zo boos werd. Geïrriteerd vroeg hij haar om 5 minuten stil te zijn. Ze ging door met plagen en vroeg of ze hadden gewonnen, waarop hij sarcastisch antwoordde dat ze hadden gewonnen ondanks het doelpunt van de tegenstander. İzzet's frustratie groeide en hij gooide popcorn naar Seda terwijl hij haar vertelde niet met hem naar de wedstrijd te kijken, omdat haar vragen hem boos maakten. De video legt humoristisch İzzet's toenemende woede vast, culminerend in hem die een laptop naar de tv gooide. Het schopte en vernietigde toen de wedstrijd uitviel, vlak voordat Turkije een kans had om tegen Kroatië te scoren. 3. Beginnende zwemmers. Op een bewakingscamera bij een zwembad observeert een monitor in de controlekamer verschillende mensen die om de beurt van verschillende duikplanken het zwembad inspringen. De duikers variëren in leeftijd en vaardigheid, wat resulteert in een mix van succesvolle duiken en amusante mislukkingen. Onder de duikers is een meisje dat probeert van een duikplank te springen, maar haar voeten glijden weg, waardoor ze op haar rug op de plank zelf valt, slechts enkele centimeters van de rand van het water. Ze haalt het niet in het zwembad, wat een mislukte poging benadrukt. Daarna neemt de jongen zijn beurt op een kleinere duikplank. Zijn sprong verloopt niet zoals gepland en hij botst onhandig tegen de plank voordat hij in het zwembad landt. Het gebrek aan elegantie in zijn duik is duidelijk. Te midden van de duikers die voor lagere hoogtes kiezen, klimt een meisje in een zwart bakpak omhoog naar de hogere duikplank. De uitkomst van haar sprong wordt aan de kijker overgelaten om te beoordelen. 2. Met een gast in de lift. Binnen in een lift vond een ongebruikelijk en enigszins angstaanjagend voorval plaats. Dat werd vastgelegd op camera. 2 nietsvermoedende vrouwen stapten dezelfde lift in als een rat. Toen ze de rat zagen, gingen de liftdeuren dicht en zaten ze een paar angstaanjagende momenten opgesloten met het knaagdier. Een van de vrouwen, die een rode jas droeg, leek zichtbaar van streek en hysterischer dan haar metgezel, die erin slaagt om enigszins kalmer te blijven. De beveiligingscamera van de lift legde hun paniekerige bewegingen vast terwijl ze van de ene naar de andere kant van de lift renden. Op een gegeven moment hielden ze zich samen een hoek op, zich er niet van bewust dat de rat omhoog was geklommen tegen de muur, tot aan hun hoofden. Deze ontdekking leidde tot een moment van pure paniek. Uiteindelijk, toen de liftdeuren opengingen, verlieten beide vrouwen haastig de lift, waarbij ze opmerkelijk snel vluchtten voor de onverwachte indringer. 1. Roltrap veel. 2 oudere Poolse mannen kregen onbedoeld aandacht op internet vanwege hun poging om de rij voor gratis hamburgers in een winkelcentrum in Łódź, Polen te omzeilen. Ter viering van de opening deelde het winkelcentrum gratis hamburgers uit, wat grote menigte aantrok. Sommige klanten, waaronder de 2 oudere mannen, probeerden de menigte te slim af te zijn door de roltrappen te nemen die bedoeld waren voor afdalend verkeer. In een video die sindsdien viraal is gegaan, zijn de 2 mannen komisch te zien worstelen om de afdalende roltrap op te gaan. Hun inspanningen resulteren in vallen en struikelen terwijl ze proberen tegen de beweging van de roltrap in te gaan. Ondanks hun vastberadenheid boeken ze weinig vooruitgang en geven ze uiteindelijk op na bijna een minuut. De video werd op YouTube geüpload en is door bijna 1 miljoen mensen bekeken. Terwijl hun poging voor vermaak zorgde, diende het ook als een herinnering aan de lengtes die mensen kunnen gaan voor een gratis maaltijd. Zelfs als dat betekent dat ze het opnemen tegen een roltrap in de verkeerde richting. Welke video heeft jou het meest gefascineerd? Laat het ons weten in de reacties. Als je de video leuk vindt, geef hem dan een duimpje omhoog. Als je meer video's wilt zien die we hebben gemaakt, klik dan op een van de schermen of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.